we gaan het hebben over Dirk Kuyt, maar het eerste wat mij opvalt, je lijkt wel een beetje op hem. Toch? Kijk even in de camera. Ja, dan lijkt hij toch wel op mij, hè? Je moet het wel goed zeggen. Je krijgt de groeten van Fons. Dank je. Doe een groeten terug, zou ik zeggen. Ik hoor nog hele leuke anekdoten. Ach jezus, nou, ik ben benieuwd. Iets over de Dom en een interview wat eigenlijk toch niet helemaal plaatsvond. Ja, dat klopt. Ik werd gebeld door een journalist. Als zijnde journalist of ik een interview wilde met hem op de Domtoren. Ja, toen kwam hij daar voor zijn interviewtje in het Utrecht Nieuwsblad. En toen bleek het dat wij daar zaten als hele selectie. Daarom zaten we hem op te wachten met z'n allen. Mijn vader halverwege naar beneden, die ging bijna dood. En, ja, goed. Helemaal niet lachen. Nee, dan mag je inderdaad niet lachen inderdaad, maar het was echt zo. Ja, Dirk was ook altijd wel een grappenmaker in de kleedkamer, moet ik zeggen. Wat ik me nog wel herinner, bij FC Utrecht in die tijd had je een wc met een grote ruimte erboven eigenlijk. Ja, als je op de wc ging zitten, dan kreeg je een hele grote tijl koud water over je heen. Oh nee. Dus dat is Dirk ook overkomen, kan ik me herinneren. Wat wordt de eindstand? Al met al zal het heel dicht bij elkaar liggen en zal de vorm van de dag bepalen wie er wint. En maar je moet nu kiezen? Ik moet kiezen. Nou, dan gun ik het Dirk. Dus wat wordt dan de eindstand? 2-1. Ik denk 2-1. 2-1. Het is dezelfde eindstand als Fons. Dus misschien gaat het gewoon gebeuren, jongens. Nou ja, of we hebben allebei er verstand van, of niet. Dat kan natuurlijk ook. Ja, nou, we gaan het allemaal zien. Ja.